Mijn naam is Benno Baksteen. Ik ben 40 jaar verkeersvlieger geweest. En de luchtvaart is een bijzonder systeem gegroeid om om te gaan met veiligheid. Een speciale cultuur, zeg maar. En ja, die is ook bruikbaar in andere domeinen. Alleen moet je wel die vertaling naar je eigen domein zelf maken. En dat valt nog niet mee. Maar ik kom zeggen hoe het in de luchtvaart gaat. We zijn vandaag in het domein van de dijkbewaking en dijkinspecties. Ja, dat is natuurlijk heel uitdagend, want je hebt een natuurlijke omgeving en voortdurend onverwachte dingen kunnen gebeuren. Zo'n dijk is ook eigenlijk een levend organisme. Maar dezelfde aanpak als in de luchtvaart zou daar, denk ik, ook kunnen werken. En het gaat dus nooit om die processen, die dingen die hartstikke interessant zijn, maar dat is gereedschap voor de ontwerpende mens, ondersteunend voor het primaire proces en dan vooral voor de mensen in het proces. Of het nou een manning van een vliegtuig is, of een ander soort bemanning. Je moet oog hebben voor wat er misgaat. Je moet de verhalen met elkaar delen. Je moet structuur aanbrengen. Dus wat goed blijkt te werken in de praktijk moet je met elkaar delen en ook gaan doen. Niet voor eeuwig en altijd, want als het anders wordt, dan wordt het anders. En je moet vooral zorgen voor een veilige omgeving waarin mensen eerlijk en open kunnen praten over dingen die ze zijn overkomen. Ook de dingen die ze zelf verkeerd hebben gedaan, achteraf gezien. En dat kan als je op voorhand onderscheid maakt tussen malafide mensen die je met de pet naar gooien. Die moet je gewoon kwijt en die moet je aanpakken. Maar dat zijn er maar weinig. Wat je dus zag was dat er met kennis de expertise weggehaald bij de inspectie. En op een gegeven moment zaten er gewoon mensen die niet snapten waar ze naar keken. Die konden alleen maar lijstjes afvinken. Ja, daar heb je geen moer aan. Dat werkt dus averechts gewoon. He, dus je moet zorgen dat je... En als je het niet doet, ook prima. Maar dan zeg je dus, we laten het over aan de professionals. Als overheid weten we er gewoon niks meer van. Prima, maar dan moet je het ook niet mee bemoeien. Nee, ja? Helemaal eens. Het gaat om de bonafide mensen. Die hoef je niet te veel last te vallen met procedures en verantwoording afleggen. Nee, die willen het graag goed doen. Die moet je helpen en ondersteunen. Van werken in een veiligheidscultuur word je heel vrolijk. Dank u wel.